Jij wilde nog een klassieker even laten zien. Ja, even gewoon nou, voor ja, de mensen. Kijk, je zit toch een beetje... Te YouTuber. Te vervelen. Dus je zit een beetje te zoeken. Ja. En toen kwam ik echt een geweldig Atomos moment tegen. Ja, die is goed. Te voeten uit Atomos. Brutaal. Blij met zichzelf. Boordevol zelfvertrouwen. Ja. En die ging bij een wedstrijd van Anderlecht. Ja. Werd hij gevolgd als analist. Hij was voetbalanalist. Schaamteloos. Ja. Nou, René, lijkt het ook... Hoe lang is het geleden, denk je, dit moment? Echt geen idee. Hoe lang is het geleden, Wim? Dat heb jij gezien? Nou, dat weet ik niet. 10 jaar? Zeker 10 jaar geleden zijn. Nou, 10 jaar terug? Ja, had je 5, denk ik. Nou, ik denk wel langer. 10 jaar. En 10 jaar terug. René, je ziet het vast aan de brillen. De brillen ontwikkelen zich. Oh ja. In bed van me. Kijk, ik word steeds donkerder en Johan wordt steeds grijzer. Maar de brillen bij René, daar kun je het vooral aan zien. Dat zal 1 jaar of 10 geleden zijn. En René, leidt het even in. Ik heb iets van Atomos gezien op de Belgische televisie. Hij was analist bij Sportza, bij de wedstrijd Anderlecht-Brugge. En ik moet jou heel eerlijk zeggen, ik heb het 4 keer gekeken. Het duurt 3 minuten, ik heb het 4 keer gekeken. De eerste 2 keer was ik totaal verbijsterd. Ik wist niet wat ik zag. De laatste 2 keer ben ik van de stoel gerold van het lachen. Want toen begon ik het gewoon leuk te vinden. Het is een soort man bij het hond... Michiel van Herpen. Je zou denken dat Michiel van Herpen het gedraaid heeft. Maar ik hoop toch echt, als ik dit gedrag ga vertonen... dat jullie me waarschuwen en zeggen... René, het wordt misschien tijd om opgenomen te worden. De zondag. Blijf je jezelf geloven, grote spits. Zelf verhaal, grote spits. Ja? Kom op. Ik denk dat jullie terecht kampioen gaan worden. Ja, dat kampioen moeten zijn. Ik vind dat het heel goed gevoetbald wordt. Probeer het later op, hè? Ja? Oké. Okay. Je hebt een mannetje meer op middenveld, hè? Dat heb ik al gezien. Nee, maar dat is wel lekker. We gaan kijken hoe het opgelost wordt. Donkie, rust. Best doen, hè? Zeker. Een beetje al kijken voor je vriend. Geen foutjes, hè? Scherp zijn gedaan, hè? Het is toch goed. Het is toch goed, ik kan nooit boos worden op Aad. Ik vind het ook zo leuk. Ja, het is goed, hè? Ja. Hij is zo zelf ingenomen. Ja, en zo is hij. Ja. Dit is Aad de voeten uit. Ja. Nee, ik dacht, misschien leuk. Ja, het is hartstikke leuk. We moeten hier van dat soort klassiekers gewoon even op gaan zoeken. Ja. Maar jij was altijd goed met Aad. Dat maakt het ook zo leuk om het even weer terug te zien. Nou ja, goed, kijk. Wij waren niet heel goed als coach en speler. Oh, dat is een statement. Maar verder het is wel altijd met een glimlach wat hij doet. Ja, ook toen? Ook toen je speler was? Nou, daar kon ik er ook wel weer om lachen, zolang het mij maar niet aanging. Wat ging jou aan op een gegeven moment? Nou ja, op een gegeven moment wel. En dan botst dat natuurlijk met elkaar. Maar goed, ik vind het wel een prima kerel. Ja, het is een geweldige man. Je moet hem alleen niet als je trainer hebben. Nee. Ja, dat is het enige. Ja. Maar ik heb heel lang met hem bij het Ziggo gezeten. Ja. En, maar het is een prettige man als hij bij hebt. Hij weet er wel veel van. Ja, zeker. Echt een voetbaljongen. Goed geïnformeerd. Hij ziet alles. Ja. Hij is een liefhebber. Hij heeft Ronaldo ontdekt. Rivaldo. Hij heeft er heel veel ontdekt. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel bij Ajax met die hele generatie gewerkt. Met die Varenburg van Bas. Wat is dat? Nee, het is gewoon altijd leuk. Ja. We hebben zo'n aardige man. Ik ben een paar keer op vakantie tegengekomen. Altijd vriendelijk, altijd aardig. Ja. Hij is er helemaal vol van. Het brengt wel reuring. Ja. Er gebeurt wel wat. Weet je, je hebt er genoeg wat er niks gebeurt. Als Aad er is, er gebeurt er altijd wel wat. Ja, maar ik hoop... Ik ben van Aad zijn leeftijd. Als ik de hele dag filmpjes van mezelf ga nemen... nemen jullie dan mijn telefoon af? Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.